Hey mensen! Soms zijn er mensen in nood. En ik ben er om jullie te laten zien hoe je iemand te hulp kan schieten. En daarom heb ik vandaag, in samenwerking met het Rode Kruis, 10 manieren om iemand te helpen. Oh, en vergeet natuurlijk niet op abonneren te klikken en op dat belletje als je dat nog niet hebt gedaan. Doen hè? En dus alleen op dat moment bel je 112. Maar wat nou als mijn belminuten op zijn? Het is gratis. Gratis? Mm-hmm. Oh, oké. Okay. Kareltje, Kareltje! Niet nu, er is toch helemaal niks ernstigs aan de hand, joh. Oh, oké. Sorry dat ik te laat ben. Is dit eerste hulp bij oliebollen? Nee. Dit is de EHBO-cursus. Eerste hulp bij ongelukken. Oh, dan ga ik even hiernaast kijken, ja? Nou ja, ik zelf heb nog nooit gehoord van eerste hulp bij olie. Ja. Ik ga even hiernaast kijken, ja? Auw. Jongens, wat de pleisters! Kijk eens aan, wat een fanatieke groep! Ja. Oké, dat is niet helemaal de bedoeling. Pleisters moeten niet op een... Nee. Nou, ze proberen in ieder geval te helpen. Dankjewel allemaal. Mag ik dan nu 112 bellen? Kareltje, nee, natuurlijk niet! Kom op, je ziet toch dat het niet ernstig is? Het gaat alweer stukken beter nu. Jongens, nou ja. Weet je, dat komt wel goed. We zijn pas bij de eerste les, hè. Ja. Ja, ach. Nou ja. Hé, nou ja. Ja, hè. Oh. Oh. Ho, mevrouw, dit gaat niet goed. Ik ga u redden. Geen probleem. Rustig maar. Nee, dat is echt niet nodig, hoor. Ik was gewoon een beetje klungelig. Nou, mevrouw, het ziet er ernstig uit. Gaat u even liggen, dan check ik even alles. Serieus, echt niet nodig. Nou, er is echt een mond-op-mond beademing nodig nu. Dat zie ik meteen, dus wacht even hoor. Komt-ie. Ugh. Au. Godverdamme. Oh, dit gaat niet goed hoor, dit is ernstig. Oh, ik heb nu mond-op-mond beademing nodig. Ik heb nu mond-op-mond beademing nodig. Wacht, ik help al even. Grapje. Werkt niet. Ah, mijn been. Oh, ik voel hem helemaal niet meer, mijn been. Oh. Mevrouw. Ja? Maakt u zich geen zorgen. Ogenblikje, ik ben zo terug. Oké. Sorry, ik moest even mijn telefoon halen. Oh, om de ambulance te bellen zeker? Om te filmen natuurlijk. Dit gaat het supergoed doen op Facebook. Wat? Maar ik heb mijn been gebroken, ik lig hier te creperen. Mevrouw, misschien is het nu een beetje vervelend, maar straks bent u echt blij met dit beeldmateriaal en kunt u er gewoon om lachen. Lachen? Oh, ah! Oh! Oh! Oh, de pak in mijn oog, joh! Later kan je erom lachen, jongen! Hallo! Hallo, Dylan! Kijk eens, oma! Ik heb lekkere koekjes voor je gebakken, omdat je je laatst niet zo lekker voelde. Oh, wat lief. Ja, toch? Waar zijn die koekjes? Oh, sorry. Ik heb honger. Nee, ja, sorry Gerda. Ik had het graag voor je gedaan, maar ik ga het hele weekend bridgen. Ah, wat jammer. Wie moet me nu helpen dan? Ik kan je wel helpen, Gerda. Ik neem je taak al over. Ik help graag mensen. Henk, weet je wel waar we het over hadden? Ja. Tuurlijk. Ah, wat super lief dat je het huis van mevrouw Jansen wil poetsen. Ik zie je over 8 uurtjes wel weer. Doei, Gerda. Of verhomme! Hallo? Hallo meneer,
Ik zamel flessen in voor het goede doel, omdat er laatst een tsunami is geweest in Verwegistan. Oh, dat is goed dat je dat doet, jongeman. Ik heb alleen geen lege flessen, helaas. Oh, heeft u wel volle flessen? Ja, ik heb wel volle flessen. Dan heb ik goed nieuws voor u, want die zamel ik ook in. Dan maak ik ze speciaal leeg voor u, dan neem ik ze mee, dus dan doe ik eigenlijk nog meer werk voor u. Oké. Even kijken. Oh, godverdomme. Kijk eens. Alsjeblieft, jongeman. Ja, dank u wel. Zijn flesjes bier ook goed? Ja, heel goed. Oké, ogenblikje. Annie! Ja! Is er alle bier hier? Kijk eens! Alsjeblieft. Ja. Dank u wel! Nou, succes hè! Mafkees. Lege flessen, volle flessen. Ik ga toch wat beter. Oké, jongens! Goed dat jullie er zijn! Vandaag zijn jullie de vrijwilligers. En ik heb jullie nodig. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ik hoor je niet! Ja! Mooi zo! Dan gaan we nu vrijwilligerswerk doen! Zo, is het allemaal fijn, mevrouw Jansen? Ja. Ja? Mooi zo. Lekker bezig, jongens! Kijk, dit heb ik jullie geleerd! Als ik zeg vrijwilligers, zeg ik jullie werk! Vrijwilligers! Vrijwilligers! Goed zo! Kom op allemaal! Nou jongens, ik geef deze trui weg voor het goede doel. Ik heb hem maar een paar keer aangehad, dus hij is nog heel mooi. Nou, ik geef deze laptop weg. Hij is een paar jaar oud, maar hij doet het gewoon nog. Dus fijn voor iemand toch? En ik geef deze toiletrol weg! Superhandig! Rick. Wat hebben mensen nou aan een toiletrol? Nou, dat is bijvoorbeeld als je moet poepen, Dylan. Ja, maar dit is een lege toiletrol. Maar ik geef er twee weg! Dat zijn twee lege toiletrollen, daar heb je helemaal niks aan. Ho, maar daar ga je de mis in, Dylan. Kijk, want nu kun je ze dus gebruiken als... verrekijker! Kun je even helpen? Je krijgt een schepje niet goed onder die plant. Ja, ja. Kun je even helpen? Ik probeer iets te installeren op de computer, maar dat werkt niet. Ja, ja. Ja, hij zegt error of zo. Zo, even gezellig shoppen met Gerda. Oh, dat is een mooie vleeskleurige BH. Echt mijn maat zelfs ook. Hey Arnie. Kun je me even helpen met mijn BH-bandje? Ik krijg hem niet goed dicht. Ik kom eraan, Gerda. Dat is toch te duur. Henk? Oh, Arnie. Ik hoorde dat er hulp nodig was, dus ik dacht, ja, ik help even. Oh ja, nu luister je wel, hè? Wegwezen hier! Ja, sorry hoor. Jeetje. Mag ik Sorry, Gerda. Dylan, er hangt een lijstje op de koelkast van allemaal dingen die we nog moeten doen vandaag in huis. En voor de verandering ga jij me een keer helpen. Ja, maar Marit... Nee, geen maar. Ik ga boodschappen doen en ik wens jou veel succes. Oké, koelkast. Oh, dat valt eigenlijk wel mee. Oh man, ik heb toch wel betere dingen te doen dan dit. Wacht eens, ik heb een ideetje. Ja, kom maar. Boe, lekker hoor. Dylan, ik had niet verwacht dat je alles al af zou hebben. Heb je alles gedaan? Ja, was heel erg makkelijk eigenlijk. Ook het toilet. Oh ja, daar zijn ze. Ik bedoel, daar ben ik nog mee bezig.
Oké, we maken er natuurlijk wel grappen over, maar het is echt goed om iemand te helpen. Of het nou je oma is die niet meer goed ter been is, een klasgenoot die je thuis niet zo fijn heeft, of dat je een donatie doet als er bijvoorbeeld een natuurramp is. Ook jij kan je steentje bijdragen. Dus als je kan, help dan. Daar staat het Rode Kruis voor, die je waarschijnlijk wel kent van de hulp die ze verlenen. Bijvoorbeeld tijdens een oorlog of een natuurramp. Maar ook in Nederland is het Rode Kruis actief met hulp op evenementen. En als we elkaar dus helpen, kunnen we de wereld een stuk mooier maken. Oh, wat een warm gevoel krijg ik hiervan. En weet je wat ook warm is? Deze trui. Superleuk, kijk. Wil jij die nou winnen? Dat kan. Laat dan in de reactie weten wat jij als laatste keer hebt gedaan om iemand te helpen en like deze video. De prijs van de winnaar uit de vorige video is geworden... Ik wil het Rode Kruis bedanken voor het mede mogelijk maken van deze video en ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik wil ook Louise Latour heel erg bedanken voor het meespelen in deze video. Check ook zeker haar kanaal, of ja, hun kanaal. En klik natuurlijk gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's op dit kanaal. En klik op dat... Stoel. En klik natuurlijk ook op dat... Belletje. Bedankt voor het kijken. Later.